Het Erasmus Medisch Centrum. Een kloppend hart midden in Rotterdam. Iedere dag weer stromen er duizenden mensen binnen. Met een doel. De beste zorg geven, tot specialist uitgroeien. Een doorbraak vinden. Vakkennis vergroten. Iemand redden. Mensen vooruit helpen of gewoon beter worden. Eén centrum. Waar duizenden mensen samenkomen met één ding gemeen. Vol ambities voor een betere toekomst. Er zijn verschillende redenen van waarom het Erasmus MC een hele unieke positie inneemt. Als je kijkt hier in de regio, dan proberen we echt complementair te zijn aan onze partners in de regio. Dat wij ons focussen op tertiaire zorg en dat tweede lijns zorg en zorg die zo snel mogelijk hier niet meer hoeft te gaan gebeuren, dat die kan gebeuren zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis. Natuurlijk spelen we op nationaal niveau ook een rol. Er zijn bepaalde aandoeningen waarvoor je uit het hele land naar het Erasmus MC komt. En dat gaat over bijvoorbeeld bepaalde kankerbehandelingen, of over transplantaties, of over bepaalde chirurgische ingrepen bijvoorbeeld. Waar wij echt een nationaal referentiecentrum zijn. Bij het grootste academisch ziekenhuis van Nederland staat uiteraard topzorg bieden aan patiënten voorop. Direct gevolgd door hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. En die is high-tech en vooruitstrevend. Zoals het kankeronderzoek van Miao Pingqing. Speciaal voor haar onderzoek ontwierp ze een eigen microscoop. One of the biggest problem to tackle this cancer research is really to identify a small population of cells that are responsible for tumor metastasis, responsible for therapy resistance, responsible for tumor evolution. I spent quite a lot of time on cancer research through my whole scientific career. My final goal is really to hopefully whatever the information we can discover about this aggressive cancer cells, we can really find a robust way and to eradicate those cells. So eventually we can make cancers become curable. Miao is geen uitzondering. De afdeling Moleculaire Genetica van Roland Kanaar is internationaal het neusje van de zalm. De wetenschappers hier onderzoeken het DNA, de kern van het leven. Toen we hier aan begonnen, hadden we niet het idee over precies wat we zouden vinden. En dat is eigenlijk de kern van fundamentele wetenschap. Dan zijn we niet direct bezig met het beter maken van een patiënt, maar we zijn direct bezig met uitvinden hoe de natuurlijke processen in cellen DNA-reparatie uitvoeren en uiteindelijk de resultaten die daaruit komen kunnen toegepast worden bij patiënten. Gewoon de vrijheid om de vraag te stellen, hoe werkt het? Hè? We krijgen in het Erasmus MC de vrijheid om dat te doen, omdat men begrijpt dat wat fundamenteel onderzoek doet is een pijplijn vullen aan het begin met vele ideeën. En de meerderheid van die ideeën die valt af. Die zal nooit een patiënt bereiken. Maar er zijn er een aantal die gaan wel het verschil maken. Wat ons wel uniek maakt is dat wij die onderzoeksgroepen, die fundamentele onderzoekers, onder één dak hebben met het ziekenhuis. Korte lijnen lopen binnen het Erasmus MC ook naar het onderwijs. Waar we ons hard maken om getalenteerde jonge mensen op te leiden voor de gezondheidszorg van morgen. Op de afdeling kaakchirurgie hebben we een virtuality simulator ontwikkeld, waarbij we artsen in opleiding tot kaakchirurg de mogelijkheid bieden om in een veilige omgeving de ingreep eigen te maken. Dus ook qua instrumentaria, de handelingen en de theorie ook. En nu zijn we aan het kijken hoe we dit kunnen implementeren in het curriculum van een AIOS kaakchirurgie. Nou, je ziet hier dus dat Tefik eigenlijk virtueel het slijmvlies van de bovenkaak aan het losmaken is. Hier is hij bezig met het doornemen met de zaag. En de volgende stap is na de zaag is het doornemen met een osteotoom. Dus eigenlijk hamer en bijt, toch? De chirurgie is een doevak. Hoe vaker je iets doet, hoe beter je daarin wordt. Met deze simulator is een arts in opleiding vrij om zo vaak te oefenen als diegene wil. Goedemorgen allemaal. Dit is een stukje algemene hartchirurgie wat jullie gaan zien. En zoals de titel al heet, het heet een aortaklepvervanging. Rakesh, wat mij betreft kun jij ook naar live laten zien. En inmiddels is de functie van het hart en de longen helemaal overgenomen door de hart-longmachine. Het gretige van de jonge
nieuwe studenten die alles nog willen leren of moeten leren. Of die denken van wauw, dat is een mooi vak, dat zou ik dat ook kunnen. Nou, die zou ik vooral aanmoedigen om hun droom na te jagen. Niet iedereen kan hartchirurg worden. Maar wel om dat enthousiasme vast te houden en om er niet af te branden. Wat betekent dit in beeld is? Je moet het niet op een pincet doen. En je ziet dat er dus wel bloeddruk is, 60 mm kwik, maar dat er geen pulsatiliteit is. Ik kijk even in de zaal, zijn er vragen op dit moment? Hoe krijgt het hart zuurstof? Ja, nou, dat is op zich een goede vraag. En het hart krijgt geen zuurstof nu. Als chirurg en specifieker nog als hartchirurg en in mijn geval voor aangeboren hartafwijkingen, waarbij je operaties doet bij hele kleine kinderen van 2,5 kilo met een hartje zo groot als een walnoot. Het is wel zo uitdagend dat ik daar mijn hele carrière niet uitgeleerd raak. Ja, we zijn er ook om mensen op te leiden en mijn carrière gaat weer een keer voorbij. En dan moeten er weer nieuwe mensen zijn die dit ook net zo enthousiast oppakken als dat ik dat gedaan heb. Ik ben verpleegkundige op de intensive care hier in het Sophia Kinderziekenhuis en dan de intensive care neonatologie. Daar liggen vooral te vroeg geboren baby's die ernstig ziek zijn. We werken soms met hele kleine kindjes en dan praat ik echt wel over kindjes van 500 gram. Dus alles is heel klein en kwetsbaar. Ieder dingetje wat je aanraakt of verkeerd doet, kan gewoon gevolgen hebben voor de baby. Ik denk dat onze afdeling altijd in ontwikkeling blijft en altijd naar vernieuwing blijft zoeken om de zorg zo goed mogelijk te maken voor onze patiëntencategorie. Ik ben dan altijd wel een beetje trots. Dan denk ik wel, ik heb gewoon een toffe baan. Het moment dat patiënten weer zichtbaar beter worden, is voor ons de magie. Dat waar ons hart sneller van gaat kloppen. Al onze medewerkers, vrijwilligers en studenten kennen dat gevoel. Van longkanker kun je niet genezen. Nou, hij zei, dat zal er altijd zijn. Het zal wel weg zijn, terwijl het niet weg is. Nou, nu zijn we, net als verleden jaar, halverwege, zei hij tegen mij, eigenlijk zie ik niks meer. Ik kan bij jou geen kanker meer constateren. Dus eigenlijk ben je genezen. Het Erasmus heeft mij, hij is daar die 8 jaar gegeven die ik nu heb. Duizenden mensen, iedere dag, werken met veel toewijding aan hun ambities voor de toekomst. Binnen het Erasmus MC zullen ze de komende jaren blijven samenkomen om met de nieuwste technologieën meer kennis te vergaren en te delen, patiënten beter te behandelen en groeien als medewerkers en specialisten van de toekomst. Hier mogen we natuurlijk heel trots op zijn. Alleen, ik denk ook als je ziet dat er gewoon nog zoveel te doen is. De maatschappelijke opgaven die er komen met de vergrijzing, de klimaatsveranderingen, de stijgende kosten in de gezondheidszorg. Mensen die hier gewoon elke dag binnenkomen omdat ze een ernstig probleem hebben. Ja, er is nog zo ontzettend veel te verbeteren. Dus we zijn trots, maar zeer zeker nog niet tevreden. En er valt nog heel veel te doen. En dat is ook dat typische Rotterdamse. We zijn er trots op, but never satisfied. We knallen door, hoop ik.